Quito. Het is niet gegaan zoals je gepland had. Het plein is leeg. Mijn planning is om de benzine te zakken. Dat is gewoon mijn plan. Mijn plan is geen opkomst of grote opkomst. Of kleine opkomst. Ik heb het duidelijk aangegeven ook op nieuws. Ik ben hier om meer de president een signaal te geven dat hij ook naar het volk moet luisteren. En niet alleen naar zijn beleidsadviseurs en zijn regering. Ook een protest georganiseerd? Het woordje georganiseerd wil ik niet gebruiken. Reden waarom? Het is gewoon een signaal dat we willen geven vandaag aan de regering. En het, ik zeg vandaag omdat het vandaag start. We starten vandaag, natuurlijk gaan we door. Toch? Want als we iets willen doen, willen we doen tot het einde, totdat we resultaat hebben bereikt. En ik ben van planning, ik ben bereid om tot het bittere eind te gaan. Als u zo rondom me kijkt, ziet u dat er niet veel mensen hier zijn komen opdagen. Ik kan u zeggen dat ik alvast tevreden ben met de opkomst, omdat ik dan niet de enige ben die het voelt. Toch? Ik ben niet de enige die promotie ziet aankomen. Als je alleen naar de benzine kijkt, hoe het omhoog is gegaan, van 6 SRD naar 7, van 7 met een government take van 1 SRD en dan 10,33 en los van 10,33 naar 11,33 als ik het goed heb, is onkan. Jouw leuze was red Suriname. Dus ik wil de regering vragen, als dit het was, dat Suriname op zo'n manier gered zou worden, of dat je Suriname zou afstraffen. Want if you look up as far as I go, sommige slag tegelijk brada, sommige slag tegelijk afvoeren. Is dat bij dokter Eva? A crisis bedekbaar, you take over, corona kon, om eens maar last roken, om eens maar weg die ontslag, dat PA groep dat ik opvadong. Dat los voor een groep dat die heb je nog die kleine ondernemers, een kleine ondernemer dat die oraken bijna failliet. Zijn namen raken failliet, a benzineprijs op het janoen, brada. Dan heb je al die mensen uitgaven, heb je al aangetast. Dat behalve uitgaven voor een man, a belasting zijn je poor gamang. De ambtenaar, de massai rokos gamas aan pay. De materiaal zijn aan pay voor run in bedrijf. If you denk je dat ze aan die wang, dan a benzineprijs wang ze op, dan kan ik u zeggen dat Suriname regelrecht richting Venezuela opgaat. Ik vraag aan de president om bij deze, vanaf nu, de benzineprijzen even te laten zakken, doordat de mensen hun leven wat beter kunnen organiseren en niet op een of andere dag direct de benzine omhoog laat gaan. En de minister van Financiën heeft meneer Pakito en nog andere personen uitgenodigd en al die cijfers gepresenteerd. Hij kan zelf ingaan op wat er daar gezegd geworden is. Maar ook hem hebben we uitgenodigd om alle informatie te geven wat er aan de hand is met de financiële crisis. Maar tot nog toe horen we van niemand wat die andere optie is. Het enige wat we horen, het doet pijn, het is te hard, maar we horen niet wat die andere optie is. Er is geen andere optie. Ja, klopt. Ik heb geluisterd. Ze zeggen het is noodzakelijk. Ze hebben geen keus, maar ik vind van... Moet het volk sterven? Moeten ze al hun salarissen geven aan de staat? Was dat de afspraak? Ik ben naar één van die gesprekken geweest, maar die andere gesprekken vond ik niet van belang. Als je mij wilt vertellen waarom die dingen noodzakelijk zijn, kom dan op de televisie, kom op de staatsmedia en kom Surinamers uitleggen, mensen die bijvoorbeeld niet naar mij willen luisteren, toch? Kom die Surinamers uitleggen waarom die dingen noodzakelijk zijn en moet je het ook kunnen staven. Laat de president op een of andere manier, nogmaals, ik vraag de president nogmaals, op een of andere manier, een manier zoeken dat de Surinaamse burger uit kan komen. Want het kan niet, het is tot hier. En wanneer mensen niet meer kunnen eten, gaan mensen niet meer willen protesteren. Mensen gaan brandstichtingen willen doen, ze gaan heel wat dingen willen doen en daar zover willen we niet gaan en dat het gaat komen. We zitten in zo'n toffe situatie dat mensen niet kunnen uitkomen, mensen niet kunnen eten en dan komen mensen daarop. En dan nog wil ik dit ook zeggen, en dan nog heb je activisten die met de leed van Surinamers zitten lopen te sollen. Dan ga je actie voeren, dan ga je het niet doen, dan ga je gesprekken voeren met de president, maar ondergrond. Broer, laten we geen konotik kik naar een leed voor de smaren. If you're an activist, code activist, if nooit you know young race met A, omdat Abe Musu en omdat Ibe Lesi, no ko doele ke ha desma, want desma abtongsi furu, fu verdrag ik ba na verwerk. Suriname moet weten dat ik niet hier ben om
de regering naar huis te sturen. Ik ben hier om ze te ondersteunen, om ze een signaal te geven, om ze te waarschuwen dat ze ook naar het volk moeten kijken. Willen jullie Chan weg? Nee, mijn actie is geen Chan weg. Die man zit pas 3 maanden. Als het is dat hij geen oplossingen heeft, want het blijkt al dat hij geen herstelplan had. Zijn enige missie was om Boutersen van die stoel af te zetten en zijn andere dingen te regelen. En wanneer die zaken in place zijn, dan kunnen deze maatregelen teruggedraaid worden. Maar nu hebben we dat nodig om het land in leven te houden. Dus daarom vragen we aan de gemeenschap om ons te ondersteunen. Ik roep ook van hieruit om ieder op niet op straat te komen. We hebben geen andere keuze. Hebben die mensen misschien naar de president en de VP geluisterd in plaats van Pakito om te komen protesteren? Ja, ze hebben geluisterd, maar ze moeten weten dat Pakito ze heeft gewaarschuwd. Dat is belangrijk. Ik heb mijn stem laten horen. Dat is mijn job als activist. En ze moeten weten dat ik daar voor ze ben. Zelf voor de mensen die niet zijn gekomen, no problem. Weet je, ik wens deze regering heel veel succes ter alle tijden. Maar als het flink fout gaat, moeten ze weten dat ze zelf voor hebben gezorgd. NDP'er zal ik blijven, omdat al die andere mannen dezelfde agenda hebben. En dat merk je op. Die mannen hebben gewoon puur dezelfde agenda. Dezelfde fouten die de regering Boutersen heeft gemaakt. In 10 jaar maakt Chandri Kampasat dat tokje met zijn regering nu al. In 3 maanden. Leningplafond, ze waren tegen toch. Koersstijging, ze waren ook tegen. Benzineprijs, ze waren er tegen. IMF, ze waren er tegen. Waar zijn ze vandaag? Ze zijn bezig met diezelfde projecten die Boutersen wilde bewerkstelligen om het land te helpen. Met name Rick van Mambitake. Regering Boutersen heeft geknoeid, ja. Regering Boutersen heeft behoorlijk geknoeid. En daarom zit regering Chandri Kampasat Santokki en Ronnie Preuswijk vandaag aan de dag. Dus regering, wij actie you. Noko hammer hammer, zijn regering Boutersen doen. Noko hammer hammer, de fout zijn regering Boutersen bekken. Tap sayum hammer noonde, kon naar door, kom transparant, kom tot de mensen praten van mensen Surinamers. Ik heb uw ondersteuning nodig en samen met de regering, doza lupu pewebo. Suriname eerst, dan de rest. Wij willen geen trotse NDP'ers meer zijn. Wij willen geen trotse VAP'ers meer zijn. Wij willen geen trotse ABOP'ers meer zijn. Wij willen geen trotse MPS'ers meer zijn. Wij willen trotse Surinamers zijn. En samen met Surinamers een bundeling maken voor Mekwakofu. Voor ondersteunen naar de regering. Natuurlijk, en van de regering kom. Kortijk goed transparant. Zo zie je wat gaan aan bevolking die zien. Dan zijn we wel bereid onze medewerking te verlenen aan deze regering. Tweede strijd! Tweede strijd! Tweede strijd! Mensen bedankt. En brief me af en toe is Ecuador. Een resultaatboek. Dit is aankomt, worden bewerkstelligd. Dit was het, Oroko Sweetie Baka. Oroko Sweetie Baka, een maand lang voor 2 weken salaris. En ik heb een verrassing voor jullie mensen, zijn Rokalanti. Zoem maar nog een pen eten. Er is weer van jullie salaris afgetrokken. Alsjeblieft. Okay, so I'm gonna go.